En toen heb ik mijn vriendin gebeld van... Meiden, what the fuck? Help, bel me dat ik weg moet of zo. TikTok stimuleert drugs. Oh my god, wat cute! Nou, hier ga jij even je cupcake fixen. Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken of luisteren naar alweer een nieuwe podcast van Zowat. Mijn naam is Naomi en ik ben vandaag met... Noah. En met Luna. En we gaan het hebben over afwijzingen. Maar eerst, zoals altijd, hoe was jullie weekend? Heb je nog een leuk so what the fuck moment? Ja, ik wel. Vertel, ik heb echt Noah. Een leuk weekend. Ja, jij hebt echt een heel leuk weekend gehad. Ik heb echt een leuk weekend gehad. Ik heb zaterdag... zaterdag heb ik een puppietje opgehaald. Oh, echt schattig. En hij heet Bowie. En hij is zo lief. Het is een pomsky. En hij is dus nu 8 weken oud. En hij is echt zo schattig. En ik hield dus nooit echt van honden. Maar Dion heeft natuurlijk ook een hond. Dus daar ben ik een beetje mee gaan spelen. En nou, dit is eigenlijk gewoon dezelfde ras. Maar dan een bruine versie ervan. En hij is echt met blauwe ogen, toch? Ja. Ja, blauw en groen, toch? Ja. Echt, dat is echt zeldzaam. Sorry, ja, maar dat wist ik dus helemaal niet. Dat wist ik pas toen ik daar kwam. Toen zag ik dat hij dus... Ja, lijp. Echt te lief. Kunnen we niet een foto in beeld plakken? Van lieve Bowie. Dit is Bowie. Bowie. Dit is Bowie. Dit is Bowie. Oh, wat leuk. Ja, dus dat was leuk. En gisteren ben ik naar Joy geweest. Was ook wel leuk. Ik wilde daar ook nog heen gaan, maar toen ben ik niet gegaan. Het was leuk. Ver. Bloemendaal was het, toch? Ja, het was de opening van Joy. Ah, wat opening. Als in nu komende... Ja, opening. Begin van het seizoen. Oh zo, ja. Ik vind dat zo fijn dat het festivalseizoen weer is begonnen. Ik vind dat echt... Echt leuk, hè? Ik hou echt van festivals. Het is echt geweldig. Echt gezellig. En dan helemaal klaarmaken. En het is gewoon lekker in de middag, ook niet in de nacht. Ja, tof. Ja. Ja, ik vind het sowieso lekker dat het weer gewoon weer wat... leuker wordt. Ja. Zo deprimerend. Ja. Maar ja. Ik heb ook helemaal lentekriebels of zo. Ik ben veel blijer opeens. En... Ik ook. Same. Maar jij, Luna, wat is jouw so what the fuck? Nou, mijn weekend begon echt fantastisch, want ik heb kaartjes voor Zissa en ik ben echt... Oh, nice. Ja, het is 1 juni en ik wil echt niet wachten. Ik heb echt op TikTok allemaal... Dat is ook echt al bijna, eigenlijk. Ja, heel snel. Echt super fijn, want met Justin Bieber of zo moest je dan echt 1,5 jaar gaan wachten of 2 jaar of zo. Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. Daar hou ik echt niet van. Dus dit is gewoon al over een maand bijna. 1,5 maand. Oké. Okay. Echt wat leuk. Ja, bizar. De tijd gaat zo snel. Ja. Waar is het? In de Ziggo Dome, denk ik. Oké. Nou, mij wel. Leuk, ja. Dus dat. En, oh ja, ik ben naar een feestje geweest. Het heette de Binnenplaats of zo. Of nee, de Binnenstad. En dat was wel leuk. Maar er waren heel veel, ja, wat jongere mensen. Mm-hmm. En die... zaten ook echt allemaal aan de drugs. En dat vond ik zo... Oh god. Ja, echt heel jong. Ik wist niet dat dat... Ja, dat vind ik ook wel chockerend soms, hoor. Want ik zie echt dat veel mensen... Of tenminste, ik noem het gewoon kinderen nog. Veel kinderen gewoon een hele jonge leeftijd al beginnen aan drugs. Maar voor geen meter weten wat het met je doet. Nee, alleen, dus, ik heb ook meerdere mensen gesproken die echt... 3 dingen door elkaar gebruiken. Ja, dat vind ik echt heel zonde. Sorry wat je... Het is sowieso... Ja, maar weet je... Ja, nu ga ik ook even mijn hele duidelijke mening geven. Doe dat. TikTok stimuleert een klein beetje drugs, vind ik. Een klein beetje. Ze laten zeg maar zien dat het oh zo leuk is om te doen. Iedereen doet het, maar niemand praat over de gevolgen van wat het nou eigenlijk met je kan doen. Dus ja, heel goed. Daar ben ik eigenlijk heel goed over. Heel goed. Nee, vind ik echt heel goed dat je dat zegt. Want dat is echt zo. Dat mensen dat echt niet weten. En het is nu best wel een hype. Het is gewoon een hype. Want iedereen gebruikt het. Maar sowieso laten testen. Dat soort dingen. Daar wordt niet echt over gesproken. Zeker. Je kan je een zakje volgens mij gewoon bij de... Ik heb het zelf... Ja, je kan het ergens laten testen inderdaad. Dat is sowieso mogelijk. Maar ik vind het gewoon jammer. Want ook, nou zeg maar... Dan, niemand doet het eigenlijk. Dus dan doe ik het wel. We hebben ook best wel een voorbeeldfunctie door onze podcast. Bij deze, jongens, er zijn ook nadelen aan drugs. Ja, wij kunnen ook natuurlijk wel over verstandig praten en zo. Maar als wij het erover hebben, dan ja, wij doen het gewoon op een veilige plek, in een veilige omgeving. En je moet wel echt eerst even lezen wat het allemaal doet en niet 3 dingen door elkaar gaan maken. Ik was best wel een shock van hoeveel jonge kinderen dat daar deden. Dus dat is jouw so what the fuck moment. Onder andere, ik heb heel veel so what the fuck momenten opeens. Want ik was gisteren naar de première van Antoon. Engel. Ja. Echt heel leuk. Hoe was het? Ja, echt een hele goede documentaire film. Mm-hmm. Ik vond het echt leuk. Echt nice. Ja, leuk. Ik ben ook wel benieuwd. En echt heel vet, omdat ze hebben echt vanaf...
vroeger al gefilmd. Ook toen hij nog niet bekend was. Dus het is heel leuk om te zien hoe dat dan helemaal is gaan. Dus het is echt een aanrader. Cool. Maar ik ging daar dus interviewen, ook voor So What. Misschien hebben jullie dat wel gezien. En Dave Roelvink was daar dus ook. Mm-hmm. En ik ben zo... Nou, ik vind dat zo'n knappe man. Ja. Echt, die tanden gewoon lekker wit en dan gewoon... Lekker wit. Ja, hele mooie lach. Ja, niet per se dat ik... Ja, hij facing zat, toch? Niet? Ja, ja, zeker. Dat ja, hij ik, ja, voordat ik iets zeg wat niet goed is. Maar ik ben echt een hele knappe man. Okay. Ja, ik stond echt helemaal van wow. Ja. Oké. Okay. Dus je was helemaal... Ja, dat... Wat goed voor... En hoe was jouw weekend? Nee, mijn weekend? Nou, ik kijk met mijn vriend Temptation Island. Kijk je dat ook eigenlijk? Ja. Nee, ik heb dat dus nog nooit gekeken. Oh, nou... Ik vind dat ik zo... moet dat echt een keer gaan doen. Ik kijk het zeg maar even om even breinloos naar tv te kijken. Same. Maar ik kijk dus Temptation Island met mijn vriend. En er is één meisje die ik niet echt uit kan staan. Wat is haar naam? Ja, nou... Dus die Mirjam... Kijk, hoe ze op dit moment overkomt op tv, geen idee hoe ze in real life is. Maar you ze don't komt... Like it. Ja, ik ben niet echt mee eens met welke uitspraken zij doet. En dan heb ik het meer over hoe ze tegenover de vrouwelijke verleidsters doet, zeg maar. Zij was toch die ene van die koppel die, zeg maar, soort van eerst bij de verleiders hoorde? Ja, dat secret couple, secret couple, inderdaad. Ja. En dan... Dus zij heeft ook die meisjes ontmoet, die verleidsters. Ja, precies, precies. Ja. Maar wat voor soort... Dingen dus wel, want ik kijk het bijvoorbeeld niet, ik hoop voor ze niet... Nou ja, ik vind het zeg maar in deze tijd niet meer kunnen om andere vrouwen te bashen op hoe ze eruit zien. Dus door zeggen van, ze heeft echt botox lippen, daar valt hij niet op. Of zij heeft echt van die vieze lange nep wimpers. Ik vind dat gewoon niet kunnen in deze tijd meer. Sowieso niet, in welke tijd je ook leeft, I don't give a fuck. Mm-hmm. Maar het kan gewoon niet meer. Nee, sowieso niet. Dus ik vind dat gewoon een beetje jammer dat het nog steeds is dat andere vrouwen elkaar naar beneden halen. Ja, dat vind ik gewoon niet kunnen. Dus ja... Dat is eigenlijk mijn so what fuck moment. Dat ik daar best wel versteld van ben. Dat is gewoon irritant. Oh. Ja, gewoon andere vrouwen naar beneden halen om hun uiterlijk. Ik vind dat niet meer kunnen. Ik vind het ook niet meer kunnen. Goed dus momentje. Ja. Goed zo. Maar ja, Mirjam zal vast wel misschien wel leuk zijn. Misschien zie ik je op een keer op een feestje. You never know, weet je wel. En, maar ja, dat is gewoon een beetje mijn beeld van hoe ze nu overkomt op tv. Oké, dus vind ik gewoon jammer. Nee, goeie. Ja. Wow, trouwens... We hebben jullie gezien op het nieuws dat er dus een baby is geboren op A13. Ja, wat? Wow. Ja. Ik vind dat sorry. Echt bizar. Maar let ik op de vluchtstrook of zo, hè? Lijkt echt een baby. Jezus. Omdat ze het niet en waar ben jij geboren? Ja, op de vluchtstrook. Ja, ja. A13, slag 4. Ja, toch ook, dat lijkt me wel echt cool, man. Nou, oké, het lijkt me helemaal niet cool, maar het is wel... dat je in de auto... Nee, niet in de auto, maar baby's die in een vliegtuig worden geboren. Dan krijg je dus volgens mij de... nationaliteit van het land waar je overheen land toch? Vliegen. Nee, volgens mij waar je landt met het vliegtuig. Maar dat weet ik niet zeker. Of inderdaad waar je vandaan komt met het vliegtuig, of waar je landt met het vliegtuig, of in de lucht. Ik vind dat lijp. Ik vind dat best wel cool. Ja, maar dat is toch best wel grappig. Zeg maar. Maar kan dat? Ja, misschien door. Maar kan je bevallen in een vliegtuig? Is die luchtdruk niet? Nee, ja, kan. Er zijn echt baby's die bevallen in een vliegtuig. Ja. En er was één baby een tijdje geleden volgens mij. Dat kan ik me nog wel herinneren. Die was geboren in een KLM-vliegtuig. En kreeg de rest van zijn leven mocht hij gratis vliegen met KLM. Echt? Ah. Ja. Oh mijn god. Ik wil dat ook. Ik ga een kind maken. Ik ga een kind uitpersen in de KLM. Ja, wel bijzonder. Maar ik denk dat dan gewoon is dat je na zoveel weken niet meer mag je natuurlijk niet meer vliegen. Ik weet niet precies naar hoeveel. Maar misschien dat die baby dan te vroeg geboren was. Oh ja, natuurlijk. Hè? Hoe kan dat inderdaad? Ja, of iemand is toch het vliegtuig ingestapt of zo. Weet zwanger, je. Terwijl diegene het niet wist. En dan zo'n buik hebben, dat kan toch niet? Jawel. Maar, er zijn mensen die maar ik bedoel 9 maanden zwanger. Je kan toch ook oprecht, vriendin. Je kan toch ook inwendig. Ik heb net een gesprek gehad met Emma erover. Emma, onze hoofdredacteur. En mensen die dat niet weten. Redacteur. Dus redacteur, jongens. Ik zei redacteur. Maar die zei dus dat je letterlijk echt gewoon zwanger kan zijn zonder een buik te hebben. Maar dat maakt mij nog banger voor het feit dat je dan dus niet ook, weet dat je zwanger bent. Kan toch ook, je hebt toch ook wel eens verhalen dat het soort van tegen je rug aangroeit of iets. Ja, en dan zie zeker. Je het dus helemaal niet. Dat is dus echt dood eng. Sommige mensen komen letterlijk pas bij de geboortedag achter. Oh, ik was zwanger. Ja. What the fuck? Maar oké, dat gebeurt echt bijna nooit, hè. Niet om iemand bang te maken. Nee, dan is het is wel een bijzondere situatie. Ja. Maar meiden, leuk. Heel veel so what the fuck momentjes hebben door elkaar. Heel veel so what the fuck love that. Maar laten we even verder gaan naar het hoofdonderwerp.
Even kijken. Afwijzing. Zijn jullie ooit echt afgewezen toen jullie jong waren? Bijvoorbeeld op de middelbare school? Bedoel je zeg maar met jongens met dates of hoe? Ja, bijvoorbeeld met jongens op de middelbare school of zo. Nou, ik was dus nooit echt met jongens of zo op de middelbare school toen ik echt nog jong was. Mm. En dan ging iedereen echt zo zoenen op het schoolfeest en ik was daar gewoon dansjes aan het doen. Mystery aan het doen. Nee, maar ik weet niet, ik was er eerst niet echt mee bezig of zo. Ik weet wel, sorry, dit moet ik even zeggen, maar we hadden zeg maar, je had Lucia Mart als een MBA, wij zaten alle twee op dezelfde school in dansklas. Yeah. En dan had je altijd de pauze en dan ging de Lucia Martas gingen altijd dansen in de kantine. En dan gingen ze altijd helemaal hun dansjes doen. En dat was Noah. Waarschijnlijk was Noah dat dus. Ja, dat was Noah. En de MBA zat altijd hun knotjes te maken in de voor de balletacademie. Nee, maar ik heb dus wel... dit was trouwens nog niet eens op de middelbare school, bedenk ik nu. Dit was op de basisschool. Mm-hmm. Dat was ik heel erg verliefd op een jongen. En hij woonde ook echt bij mij in de straat. Toen heb ik letterlijk een keer een brief naar zijn huis gestuurd. En toen, toen, dat was niet... hij heeft daar nooit wat over gezegd. Oh mijn god, dat je dat durft. Ja, ja, maar ik voelde dat dan echt als een afwijzing. Ja, het voelde echt als een afwijzing. Ik vond hem ook wel echt heel leuk toen, maar dat was hem niet. En op de middelbare school, ik heb ook niet echt dat ik heel erg met jongens bezig was. Ik had op een gegeven moment wel een jongen waar ik dus echt 3 jaar verliefd op was. En toen kreeg ik een relatie met hem en toen na 3 maanden dacht ik nee. Dit hoeft voor mij is niet meer spannend. Nu is het niet meer leuk. Dat had ik het wel uitgemaakt. Maar ja, dat was ook niet echt een afwijzing. Dus. Nee. Jij, Naomi? Nee, geen idee. Ja, ik denk eigenlijk... Een keertje dat ik langs de McDonald's reed en vroeg, mag ik naar de McDonald's? Dat mijn ouders zeggen, nee, we hebben McDonald's thuis. Dat is de afwijzing die ik heb gehad. Dat is ook echt zo. Ja, want net als jij, ik was niet echt... Ja, ik was wel bezig met jongens, maar... Ik was meer van... Ja, ik kwam van niet... Gewoon niet van wel op me afkomen meer. Ja. Ja. Hebben jullie wel eens, als je dan bijvoorbeeld met dat als een vriendin of een jongen met je af wilde spreken of zo, en dat je dan geen zin had, dat je dan gewoon wat voor een excuus gebruik je dan altijd? Oh. Als je geen zin had om te chillen dus. Als je dat nu gaat zeggen, dan denkt iedereen als ik dat ga zeggen, dat het dan altijd een smoes is. Oké, eerst even bijvoorbeeld met vrienden, want met jongens is het natuurlijk ook wel anders. Mm-hmm. Ja. Nou, weet je wat ook is? Ik vind het heel moeilijk om iemand af te wijzen. Ik ook. Ik kan geen nee zeggen. Want ik vind dat heel moeilijk eigenlijk. Ja. Dus ik ook. Maar dat heb ik echt wel sinds klein. Dan ga ik altijd maar gewoon. En dan heb ik het ook echt wel naar mijn zin. Maar... Niet altijd. Ik moet gewoon meer vaker nee zeggen. Dat oh, ik ben ding. Precies hetzelfde als jij. Ja. Ik kan het echt niet. Maar ik heb het wel echt steeds meer geleerd nu. Alleen nog steeds gaat het niet echt heel... Ik heb wel, als ik echt geen zin heb, dan zeg ik vaak gewoon van... Oh ja, ik heb het echt heel druk. Of ik kan niet of ik moet morgen vroeg op of zo. Ja. Zoiets. En met jongens vind ik het dus ook heel moeilijk. Want zeg maar, nu heb ik bijvoorbeeld een vriend en weet bijna iedereen dat. Dus nu heb ik niet zo heel erg... Als mensen mij nu op date vragen, zeg ik gewoon nee, sorry, ik heb een vriend. Ja. Maar in de tijd dat jongens mij op date vroegen, toen ik geen vriend had... Zeg maar, ik vind het dan zo leuk om nee te zeggen. Wat zeg je dan toch niet? Nou, ik reageerde dan meestal niet meer. Nee, maar voelt het in het echt of zo? Oh, dan zeg ik gewoon, oh nee, ja, ik heb het nu heel druk. Of, Ik zeg dan ook inderdaad van, ja, ik kan niet, ik ben druk. Maar dan, sommige jongens die snappen dat gewoon niet. En die blijven dan gewoon vragen. En dan, nou, dat wordt heel awkward. Maar ik moet je zeggen, ik heb ook wel iets met een jongen gedate. En dan had hij echt zo 1 keer in de 3 weken maar tijd om mij te zien. En dan had hij dan ook altijd maar een slap excuus voordat hij druk was of iets. Ja. Maar op een of andere manier, in mijn hoofd was dat heel logisch. Was hij, nee, ik snap het wel hoor. En dan waren mijn vriendinnen echt zo van, Marloen. Ja. Kijk, zeg maar, hij wil je gewoon niet zien, zeg maar. En dan was ik echt zo, nee, wel. Maar hij heeft gewoon hij is gewoon druk. Hij heeft gewoon dit. Terwijl als ik er nu op terugrijd, denk ik echt, Loen. Dit waren echt de domste excuses ooit gewoon. Ja. Maar daar heb je wel van geleerd. Ja. Dus eigenlijk ben je geghost. Ja, soort van. Nou, ik weet niet echt of het geghost was. Want ik heb met hem dus wel ook echt lang soort van contact onderhouden. Er zijn ook wel echt momenten geweest dat ik zoiets had van... Ik kom nu niet, zeg maar, toe. Of ik heb geen zin om je nu te zien. En dan was hij heel erg juist van... Ik wil wel met je afspreken, dit en dat. Maar hij was gewoon... Ik denk dat het niet helemaal 100% van zijn kant kwam. En toen op een gegeven moment was ik er ook gewoon een beetje klaar mee. Ja. Dus ik weet niet of... Ja, ik weet niet...
of ik echt ghost ben. Dat was het niet echt. Ghost. Maar ik denk dat er gewoon niet genoeg, dat hij niet zin had om genoeg moeite te doen. Dus dat is een beetje een soort... Ja. Ik heb wel een keertje gehad dat ik op date was met een jongen en dat ik toen het echt niet leuk vond. En toen wel eens moest hebben bedacht. En om daar weg te gaan of ja, wat? Ik kan het eventjes kort schetsen voor jullie, de situatie. Ik was dus, ja, ik praatte een beetje met die jongen gewoon, we FaceTime wel eens en we praten gewoon via app of zo. En toen, dat is echt eigenlijk heel erg als ik erover nadenk. Nou, toen gingen we dus een keertje eten, hij nam me mee uit lunchen. Hartstikke gezellig, want het klikte gewoon best wel goed op de FaceTime. Maar hij was wel al heel snel van, oh ja, dan kan je misschien mijn ouders ontmoeten. Oh mijn god, en ik was echt van, op de eerste date? Nou, gewoon al op de FaceTime. Dat ik dacht van, oh my god, hij wilde zeg maar ook al bij hem thuis afspreken, maar zijn vader was er of zijn moeder. Maar hoe lang geleden is dit? Hoe oud was je? Nou, ik denk 2 jaar geleden. Nee, langer wel. 2,5, 3 of zo. Dus ik was, nou, 16, 17 of zo. Mm-hmm. En toen kwam ik daar en het was zo awkward. Terwijl op FaceTime was het helemaal niet awkward. En je bent bij die ouders gaan zitten? Nee. We waren gewoon ergens gaan lunchen. Oh. En hij zegt gewoon opeens, wat is jouw lievelingskleur? Dus ik zeg... roze. Ja, ik weet niet veel. Ik zei gewoon iets. Zei hij, oké, nu mag jij een vraag stellen. Dus ik zo... Huh? Wat? Wat? Dus ik zei, oké. Gekke speed dating. Hoeveel uit hier heb jij? Maar misschien was hij wel gewoon... Maar hoeveel uit hier heb jij? Welke saus gebruik jij bij je kippen? Maar misschien was hij gewoon heel verlegen of zo. Misschien ging niet een soort van vragen bedenken. Oh. Nou, toen ging ik dus naar de wc. En toen heb ik mijn vriendin gebeld van... Meiden, what the fuck? Help, bel me dat ik weg moet of zo. Dus toen had ik gezegd van... Hi, ja, ik moet wel zo weg, want... mijn vriendin Noah is, zat daar 10 minuten. Ja, is, sorry. Ja, ik moet wel nee, zo weg. Ja, 20 minuten of zo. En toen zei hij, oh, ik kan je anders wel brengen naar de bus. Ik zo, nee, ik kan ook wel zelf lopen. Oh, wat awkward. Maar toen heb je hem daarna, heeft hij denk ik... Nee, maar ja, ik ken hem dus nu nog steeds wel. En hij, ik zie hem wel. Oh, wat kut. Luister, wat awkward dat hij dit woord. Nee, maar ik denk dat hij dat ondertussen wel weet, toch? Jullie maken hier denk ik wel grapjes over nu. Nee, zeker niet. Nee? Oh my god. Nee. Maar is het dan ook, zeg maar, wel een karaktereigenschap die je bij een, ja, een vriend of een vriendin, familie zelfs, waar je echt op afknapt? Ja, ik ben wel een heel jaloers. Vind ik echt walgelijk. Ja. Daar knap ik zo erg op af als ik dat merk. Dat snap ik heel erg. Dat wil ik gewoon echt niet omheen hebben of zo. Ja. Ja. Mensen die dingen... Maar met vriendschap heb ik dat vooral. Ja, ja, maar eigenlijk in het algemeen. Andere dingen, ja, andere mensen niks gunnen. Ja, dat vind ik ook heel erg. Ja. Ik heb wel echt soms bij... Oké, dat heb ik niet per se nu bij mijn vriendinnen. Maar ik heb wel echt vriendinnen gehad die dan... Dat ik dan merkte dat ze gewoon jaloers waren of zo. Mm-hmm. Of sommige dingen. Of dat ze... ik kan sowieso niet echt tegen roddelen of iets. En ik heb sommige vriendinnen die... Ik heb wel eens vriendinnen die mij dan dingen sturen of iets. Wat zeg maar een beetje negatief is voor die persoon. Yeah. En dan weet ik soms zo niet wat ik daarop moet reageren. Want dan, ik wil niet zeg maar gemeen zijn. En ik ben juist al van, ja, gewoon positiviteit. En ik heb geen zin over andere mensen te praten. Alleen, als ik dan niks reageer, dan vindt zij dat weer kut, zeg maar. Ja, ik snap wat je bedoelt. En dat zijn dan ook niet die personen waar ik graag tegen zeg van, ik vind het vervelend of zo. Yeah. Dus ik vind dat altijd zo iets awkwards om dan daar maar mee te gaan. Maar met dat soort mensen ben ik ook niet meer echt heel erg bevriend nu. Maar dat vond ik altijd wel heel moeilijk. Maar ja, dat is niet echt een karaktereigenschap natuurlijk. Maar ja, jaloers dus ook misschien. Ja, of gewoon toch? Jaloezie inderdaad. Misgunnen. Of misgunnend, dat vind ik ook gewoon misgunnend. En heel erg roddelen en zo. Mm-hmm. Ja, roddelen is natuurlijk geen eigenschap, maar... Nee, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Mm-hmm. Ja. Jij? Ook een beetje... Ja, ik denk ook arrogantie vind ik ook wel echt afschuwelijk. Wat vind ik meer afschuwelijk? Wat vind ik nog meer Oh, dat met even zeg maar jongens die arrogant zijn of proberen op te scheppen, dat is echt... Je kan echt zo leuk zijn. Arrogant mag wel. Ja. Oké, een tippeltje arrogant. Niet arrogant, maar... hoe zeg je dat? Idol. Je moet sterk, als je gewoon sterk in je schoenen staat, dat is gewoon chill. Of, ja. Ja, een beetje gewoon. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, niet, je wilt niet een jongen die onzeker is, dat. Zeg maar. Wel zelfverzekerd. Ja, een jongen die wel zelfverzekerd is, maar je hebt ook jongens die soort van... Ik ben wel eens met een jongen op date geweest. En hij kon alleen maar praten over... bijvoorbeeld hoe goed hij deed en hoeveel geld hij had en weet ik veel wat. En ik zat daar echt van... Holy shit. Ja, dit is echt dat zo is ook iets wat ik echt... Ja, ik hou er ook niet van. Opscheppen over geld of over je werk. Of
deze jongen ging dan ook over crypto praten. Dat ik daar zat van, ja, dit boeit mij toch geen ene. Oké, leuk. Dit boeit mij toch niet. Fijn voor jou. Ja, nee. Dat vind ik zo'n afklapper. Opscheppen en over en geld crypto. Praten, weet ik van wat. Eigenlijk, misschien klinkt dit echt heel kut wat ik nu ga zeggen. Maar er is een manier hoe je jongens kan afwijzen. En daar is... zijn heel veel mensen het niet mee eens. Maar het is wel de makkelijkste manier. Ja, ik ben ook echt heel benieuwd. Ghosten. Oké. Okay. Dus echt hoofd, ja, sorry, maar ik vind het soms zo... Dit is hoe ik het eigenlijk heel vaak heb gedaan. Nou, tenminste heel vaak. Ik heb echt niet heel veel jongens op mijn pad gekregen. Maar ik heb wel als een jongen geghost, ja. Omdat het gewoon makkelijk was. Gewoon puur maar dan gewoon... niks van mezelf laten horen. Nee, niks van mezelf laten horen. Dat kan ik dus niet. Ik kan het ook niet. Dat vind ik zielig. Nee. Ik vind het dus echt veel makkelijker dan... Ging je dan niet bellen? Nee. Appen? Nee. Weet je wat het is? ik laat gewoon niks van me horen. Was toen die tijd, hè. Ik liet gewoon niks van me horen. En op een gegeven moment krijg ik een appje van... Dus je laat niks meer van je horen? Oh, dus het is klaar. Dat is awkward, hè? En dan zeg ik gewoon, Anja, ik ben gewoon heel druk geweest. En dat is dus ik moet je wel zeggen, nu ik hier aan denk, ik heb wel één keer gehad, dit is zo ongemakkelijk eigenlijk, dat ik iemand had geghost ook. En dat ik op een gegeven moment gewoon dacht van, ja, ik hoef jou gewoon even niet meer te volgen of zo. Op Instagram. Ik weet niet. Dan, soms ontvolg ik gewoon even mensen, omdat ik denk, ja, ik hoef jou niet meer te volgen. En letterlijk, ik kon die persoon nooit tegen. En dan misschien, nou, 2 weken later of zo kwam ik hem tegen. En toen zei hij ook tegen mij, toen dacht ik, hoe heb je dit gezien? Überhaupt zo snel. Yeah. Zei ook tegen mij van, ja, waarom heb je me ontvolgd? En ja, sorry, wat moet ik dan zeggen? Yeah. Toen stond ik daar ook echt van, ja. Maar ghost is gewoon zo'n makkelijke manier. Van, ja, het is per ongeluk gegaan, denk ik. Maar dat is zo kut, want hij weet ook dat ik dan sta te liegen. Ik kan beter gewoon zeggen van, oh ja. Ja, maar sorry, maar dat durf je gaat ook niet zeggen van, ik hoefde je niet meer te volgen of zo. Ja, sorry, ik had je gewoon even verwijderd, want ik had geen zin meer in jou. Ja. Ja, maar, dat is toch awkward. Ja, sorry. Dat, ja, nee, ik krijg er helemaal... Ja, maar dat zou je altijd zien, dat je dan niet... Ik had echt vaak met mensen gehad, hoor, dat ik ze dan had gevolgd. Dat ik bijvoorbeeld niet had gereageerd op hun appjes. En dan kom ik ze precies een paar dagen later tegen. Oh, ik heb en dat zo vaak. Ik heb dat zo vaak. Ik ben heel slecht op app reageren. Of echt binnen 1 seconde, of echt binnen 5 dagen. Ik heb ook gewoon nog dingen openstaan van 2019, zo erg is het. En dat ik dan gewoon die mensen tegenkom van, oh, had je mijn appje niet meer gezien? Denk ik, ja, ik had hem wel gezien. Maar dat is ook een vorm van ghosten. Ja, maar ik doe het niet bewust. Ja, nou, oké, je doet het niet bewust. Nee, maar je ziet dat want ik zie dat appje en het is gewoon makkelijk. Ik weet dat ik soort van wel heb gereageerd als dat ik kan of niet, maar ik heb het gewoon nog niet gezegd. Ik denk ook puur dat mensen ghosten om de confrontatie niet aan te gaan, omdat ze dat denk ik niet durven. Tenminste, dat is bij mij het geval. Ja. Ik durf de confrontatie gewoon niet aan te gaan. En het is echt niet, no offense naar die persoon, naar die vriendin of die vriend met wie ik toen was. Maar het is gewoon, ja, ik had er gewoon geen zin meer in. En denk ik, doei, ik doe het op dit is de makkelijke manier en ik ga verder mijn leven. Zijn jullie wel eens afgewezen voor een studie of zo, of voor iets werkgerelateerd? Nou ja, we hebben allemaal in de dans gezeten of zitten. En ja, als je audities doet, dan word je wel eens afgewezen natuurlijk. Klopt. Ik moet eerlijk zeggen, ja, natuurlijk is het wel kut. Ja. Zeker, het is zeker wel kut. Maar ik denk altijd van, ja, oké, then is not meant to be. Hoeft niet per se nu te zijn, maar ik heb het wel gedaan en... Ik ben een stapje verder, want ik heb hier wel wat van geleerd. Maar dat is wel goed hoor, dat jij zo denkt. Want er zijn ook natuurlijk mensen die dan echt denken van, kut... Mm-hmm. Ik kan het niet meer en gaan huilen. Maar ik denk dat ook wel verschilt met... Kijk, stel voor je doet auditie voor een bepaalde job. En dan krijg je het niet. Zeg maar, denk je, oké, move on to the next. Maar ik heb bijvoorbeeld wel... Ik heb echt iets van 6, 7 jaar op de Nationale Ballet Academie gezeten. En je moest daar ieder jaar opnieuw auditie doen. En dan viel er gewoon een stuk of 10 mensen weg uit je klas. Yeah. En toen... Nou, in het 6e jaar, toen moest ik ook auditie doen. Ik wist dat dat een jaar was waarin ik niet helemaal zeker wist dan of ik door zou gaan of niet. En toen was ik dus uiteindelijk niet door dat jaar. En dan was het laatste jaar dat je auditie moest doen. Want daarna mocht je het zeg maar afmaken tot en met je eindmiddelbare, zeg maar. En toen moest ik dus weg. En ik weet wel dat ik dat echt zo moeilijk vond. Want ik heb sinds... Dat was de derde, toch? Dat was de derde van de middelbare school. En ik zat sinds groep 7 van de basisschool, zat ik daar op school. Oh. En daarvoor had ik... al 2 jaar daar in de oriëntatie gezeten in het weekend. Dus het was gewoon echt mijn leven daar. En ik zag die mensen meer dan mijn eigen familie. Want je bent daar 32 uur per week of zo. Dus dat vond ik wel echt heel moeilijk. Daar ben ik echt kapot van geweest. En ik denk dat sowieso ook wel veel mensen zijn die het misschien herkennen. Die met een sport bezig zijn. En sowieso daar heel veel creatieve tijd, industrie. Ja, en daar heel veel tijd of een hobby of iets. En daar heel veel tijd en moeite in stoppen. En dat het dan uiteindelijk niet lukt. Ja.
Maar nu, achteraf gezien, is het beste wat me ooit is overkomen dat ik daar weg ben gegaan. En dat is heel grappig, want ik was er echt kapot van. Maar ik denk dat ik zou nooit nu in die wereld willen zitten. En soort van de dingen die ik daarna heb kunnen doen, omdat ik eerder ben gestopt ermee, hebben zoveel effect gehad op mijn, zeg maar, leven nu. Dat ik is heb daar dus zoveel voor van een reden geweest. Zeg ja. Maar toch ergens dat je... Ja, en ik ben daarna ben ik naar 5 Klok gaan, dat is ook een dansschool. En dat was zo leuk en ik heb daar ook zoveel geleerd. Dus ik ben heel blij dat ik die laatste 2 jaar die ik nog op mijn middelbare school heb gedaan, die ik dan daar kon doen. Mm-hmm. Dus eigenlijk altijd achteraf gezien wordt het wel beter. En gaat het op zijn plaats vallen waarom dingen zo zijn geworden. Zeker. En ik denk dat dat heel belangrijk is om altijd mee te nemen in je achterhoofd. Maar het blijft natuurlijk gewoon heel kut op het moment zelf. Ja, ja, zeker. Ja, ik heb dat ook gewoon hoor. Ik zie altijd wel positieve in van een afwijzing eigenlijk. Ik denk altijd van ja, komt later wel. Ja, per se nu te zijn. Ja. Oké, en dat is ook een ding waar echt... Ik sowieso, elke vrouw heeft het wel een keer gehad. Of misschien zelfs mannen. Maar misschien heeft het niet per se met echt afwijzingen, maar toch wel de stress van afwijzingen. Heb je wel eens gewoon dat je een appje stuurt naar de jongen die je leuk vindt en je bent zo risky, dus je typt hem en je gooit je telefoon weg. Ja. Gewoon, dat je echt gewoon met spanning zit af te wachten. Dat wat gaat hij zeggen? Mm-hmm. Ik heb dat zo vaak gehad. Of dat ik ook gewoon... toen ik begon te daten met Dion. Ik was eigenlijk al bevriend met hem. En toen werd dat natuurlijk zeg maar naar... Een soort van liefde. En toen was ik echt van, wat de fuck ben ik aan het doen? Kan ik dat wel sturen? Same, met mijn huidige vriend hoor. Dan zit ik echt eerst naar mijn vriendinnen te sturen. Ja, van, oh God, kan ik dit sturen kan of niet? Moet ik dit zeggen? Oh God, hij zegt dit. Wat moet ik nu zeggen? Want ik wil niet overkomen alsof ik heel erg hongerig ben. Ja. En, dan vraag, en dan vraag je ook echt aan je vriendin, moet ik dit zeggen of dit zeggen? En dan is het letterlijk dezelfde zin. Maar misschien maar dan met één andere komma. Hoeveel smileys? 2 of 3? Nee, 3 is ook wel echt te veel. En dan 1? Nee, dat is net te weinig. 3 kom je echt heel hongerig over. Weet je wat ik zo vet vind? Oh, ik heb wel echt een keertje op Snapchat bijvoorbeeld of zo, dat ik dan ook dit had, dat ik de hele dag van, oh my god, ik ga het wegleggen, wat zeg maar, wat gaat hij zeggen? En dan bijvoorbeeld na 3 uur of zo ging ik weer op Snapchat, dat zet ik ook altijd mijn melding uit, omdat ik dan gewoon niet, zeg maar, wilde zien. En dan na 3 uur of zo ging ik kijken, dan stond er gewoon geopend. Ja. En gewoon, dat was echt pijn. Die deed vroeger zo echt veel pijn. Blauw wordt gelaten, oh mijn god. Ja. Of dat je echt je best had gedaan op een foto van, oké, nu gaat hij echt reageren. Ik heb zo vaak die in mijn story gezet, alleen een jongen. En dan gewoon bekeken, en dan zit je echt van, oké. En dan reageren een soort van, hier worden ook altijd TikToks over gemaakt, vind ik zo grappig. Dan reageren zeg maar alle mensen, waarvan je niet wil dat ze gaan reageren, reageer erop en hij reageert dan niet. Maar dan denk je ook echt, Hebben jullie wel eens een keertje... Ik hoop niet dat ik de enige maar niet heeft gedaan, maar bijvoorbeeld iets in je close friends gezet of zo. En dan alleen hem als close friend, zodat de anderen het even niet mogen zien. Maar dat je alleen maar of een aparte Snapchat groep maken voor alleen die jongen. Oh mijn god. Nee, oké, dat heb ik niet gedaan. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. Dat minder zielig is dan close friends op Instagram, maar dat heb ik dus wel echt. Maar dan doe dat alsof het private story is. Ja, dat. Ik heb dat een keer met mijn huidige vriend gedaan. Gewoon, dan doe ik gewoon allemaal mooie selfies in die Snapchat groep. En dan ziet hij het alleen en dan reageert hij erop. Dacht ik, oké, yes. Zo toxic eigenlijk. Zo, maar dat weet hij niet. Dus bij deze, zo heb ik jou gefixt, jongen. Maar ik was sick. Nee, dat heb ik wel een keer gedaan. Het is eigenlijk echt zo awkward. Het is stom als ik erover nadenk. Maar wel slim. Zo krijg je wel een beetje aandacht. Ja, echt heel triest dat op die manier moet, maar ja. Ja, Oké, meiden. Ik denk dat het tijd is voor het Easy Toys momentje. Ja. Yes. De halve doos is ondertussen echt helemaal uit elkaar gevallen. Nou, er valt normaal een bloemetje af, maar nu niet. Zal ik hem aan jullie geven? Ja. Kom maar, meid. Hebben jullie de paaseitjes, of nou, paaseitjes, het waren eieren. Ik had het niet, maar jullie hadden. Ze waren heel zwaar. Ja, vond je ze zwaar? Nou, sorry, ik had de grootste gekregen. Dat ding was ongeveer zo groot. Jezus, nou, niet overdrijven. Dat ding was echt een Pokémon-bal. Zo'n bal, het was zo'n bal. Maar ik heb hem dus wel... Ik vind het dus echt een hele mooie steen. Gewoon. Ja, het is ook echt roze kwart. Het is echt roze kwart. Ja, sorry, die van mij was gewoon echt te groot en te zwaar. Maar ik weet niet of hij bij jou past. Nou, ik had niet de grootste en hij was zeker... En jij had die mini. Ja, die was heel goed. Cute. Ja, die was cute. Maar voel je dat dan ook echt, zeg maar, die verzwaring in je poenie? Nou, het was toch om je... Het is om je bekken te trainen. Ja. Ja, maar voel je, zeg maar, ook dat er echt iets in zit wat het zwaar maakt, zeg maar, waardoor je een beetje... Nou, ik moet zeggen, ja, die... het was zo klein, dus... Oh. Het bleef gewoon... het zat erin. Het zat ook goed. Ja. Oké, nou, leuk. Ja. Volgens mij is het wel een chill. Hè. Ja, nou, en ze zien er in ieder geval heel cute. Het is eigenlijk heel cute, ja. Nou, perfect eigenlijk dat er zo'n uitvinding is, toch? Om je bek te trainen zeker. Eigenlijk. Ja. Wat zit er nu in de doos? Wat voor iets spannends zit er nou weer in?
Ik ben heel benieuwd. Tam-tadam. Bling-bling. Oh, eerst het briefje. Oh, in de tuin. In de tuin. Leuk, want dan kun je okay. al die buren kijken. Nou, en wat is het? Wat is dat? Tadaa! Wat is dat? Ik word hier een beetje bang van. Oh my god! Het lijkt een dolfijn! Kijk hè? Wat is dit? Wat een grappige kleurencombinatie ook. Ja. Het lijkt echt op een soort gereedschap of zo. Zal ik hem even aandoen? Een boor. Ja, het lijkt op een boor of iets. Hoe gaat hij aan? Oh my god, it spins! Oh, ik zit te tuffen. Lekker. Weet je waar we dit een beetje aan doen denken van die dingetjes die altijd zo langs de weg staan? Die zo waaien, weet je wat ik bedoel? Oh mijn god. Die bewegingen maakt het. Maar is het een dolfijn? Is het gedesigned als een dolfijn? Dit ding gaat dus dan zo in je poenie. En dan dit dolfijntje trilt, dus die stimuleert dan je klit. Maar is dat niet heel scherp? Of zo? Nou, Omi legt het heel even goed uit. Dat puntje ja, ik doe echt alsof ik expert ben in filmpjes. Oké, nou deze... Mag ik het eens? Mag ik het eens? Oh, mijn vriendin, jij mag het proberen zelfs. Jij krijgt deze week de kans om het te proberen. Ik wil het gewoon alleen. Ik wil dit ook. Ik vind het wel. Het trilt ook echt hard. Je kan hem zelfs ophangen. Zie je, er zit zo'n gaatje in. Dus je kan hem ophangen zo aan de muur. Het is echt heel hard. Heeft het ook standen? Ja, geloof het wel. Maar dat kunnen we lekker hij kan nog harder proberen. Echt? Kan die ook meer draaien? Zo nog harder? Nou, nah, wow. Dit is niet normaal. Noah, ik ga echt stuk. Jouw kop met die vibratie. Ja, ik ben helemaal... Ik vind het wel altijd dat zij heel creatief zijn in dingen designen. Ja, ik zou er echt niet op komen om dan een dolfijn zo daarboven te doen. Oh my god, wat cute! Nou, what the fuck? Wat een cute ding. Nee, het lijkt een beetje op een soort staafmixer of zo, maar wel een dichte. Hier ga jij even je cupcake mixen. Maar ik vind het wel een leuk ding. Ja, soms heb je inderdaad een konijntje erboven zitten en nu is het een dolfijntje. Wat leuk. Ja. Ik ken alleen de konijnvariant, maar het is een dolfijn, vind ik. Heb ook jij de konijnvariant, Thijs? Nee, maar ja, ik weet je, zoals ik al eerder heb gezegd, de seksshop is echt een... Een date. Echt een date. Dus ja, ik vind het wel leuk. Nou, leuk. Meiden, die kunnen jullie mooi even uitproberen. Ja, helemaal zin in. Nou, leuk, meid. In de tuin, hè? In de tuin, inderdaad. Ja. Ja. Nou, meiden, ja, bij mij vond kan het dat dus gewoon echt niet. Als ik in de tuin soort van sta, dan kunnen al mijn buren mij zien. Ja, dat is juist de bedoeling. Dat is de grap. Nou, dat is toch kinky? Dat is kinky. Nee, meid, dan zou ik het inderdaad even de leukjes doen. Ja, wel even. Maar ja, meiden, ik vond het weer hartstikke gezellig. Ik ook. Vond je dit een leuke aflevering? Volg ons dan op YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Snapchat. Waar dan ook. En laat even een leuke reactie achter. En dan hopen we je volgende week weer terug te zien in een nieuwe aflevering. Doei! Doei, doei. So what? So what? So what? So what? Zei iemand nou zo?